De brandstofprijzen bij zowel Sol als GoTo zijn vandaag opnieuw verhoogd. Dit terwijl er protesten worden gevoerd om de eerdere verhoging terug te draaien. Een paar weken terug werd een verhoging door de regering aangehouden omdat die vond dat het onverantwoord zou zijn. De prijs van een liter unleaded bij Sol is van 5 SRD 98 naar SRD 603 gestegen en super unleaded van 6,12 SRD naar 6,16 SRD. De prijs van diesel bij deze maatschappij is 5,13 gebleven. Unleaded bij concurrent GoTo gaat van 5,98 naar 6,02, terwijl diesel van 5,01 stijgt naar 5,15. Deze nieuwe prijzen zijn onaangekondigd doorgevoerd. Normaliter brengt het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme een beschikking uit. Minister Ferdinand Welzijn van HINT legt uit dat de overheid de brandstofprijs niet meer bepaalt. De bewindsman zegt dat vanaf de government take van brandstof vastgesteld is op 1 SRD per liter, de overheid de prijzen niet meer bepaalt. Daarnaast geeft de minister aan dat de overheid de consument niet meer kan subsidiëren. De plotselinge verhoging heeft bij zowel de service stationhouders als de gemeenschap voor wrevel gezorgd. Sirojani Yankee, voorzitter van de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond, zegt dat de afspraak is dat zij tijdig op de hoogte gesteld zouden worden over prijsaanpassingen. We zijn er ook mee verrast. We zijn gisteravond laat, na 10 uur, gebeld of sms gekregen dat die prijs ingaande 00 uur vannacht, vanmorgen vroeg, dan is ingegaan. En bij de Sol dealers hebben de mensen het zelfs vanmorgen gehoord en zij hebben het goedkoper moeten verkopen zelfs. Dus we zijn er ook mee verrast. U praat over sms. Van wie was die sms? Is er geen beschikking geslagen dan? Nee, de normale procedure is dat wij van de oliemaatschappij de beschikking krijgen. De oliemaatschappijen en de oliemaatschappijen sturen het naar ons door. SSCB had ook wel een afspraak met het ministerie dat zij ook een beschikking krijgen, maar wij hebben dat niet gezien. Maar wij krijgen dus normaal gesproken via de oliemaatschappij de prijs doorgestuurd. 2 dagen van tevoren de prijzen doorkrijgen van de oliemaatschappij of van de overheid. Want de oliemaatschappijen kunnen ook geen knoop aanbinden, omdat de ene keer de prijs wel wordt aangehouden en aan de andere keer de prijs wel doorgevoerd wordt. Dus voor hun is het ook dat ze dan onzeker zijn als ze wel of niet aan ons kunnen doorgeven. En dus we willen als bedrijf, als ondernemer, wil je toch voorbereid zijn. Je moet een planning maken en je wil niet voor verrassingen komen te staan, want het kost je geld. Het zijn verliezen, die onnodige verliezen die voorkomen kunnen worden. Leuke verrassing? Nee, natuurlijk niet. Hoe verder denkt u nu? Ja, het is de regering die vooruit denkt, hè? En met verrassing op ons afkomt. Kwalijke zaak. Absoluut. Weer verhoogd. Het is weer verhoogd. En sinds wanneer? Vanaf van nu. Dan ga ik niet meer tanken. U gaat niet meer tanken? Nee. Dus u gaat geen auto meer? Dodelijk niet, hoor. Dat is het totaal dodelijk. Waar gaan we heen? Nou, man. Nou. Abunda ga ik maar niet meer tanken, hoor. Sorry. Bye. De laatste brandstofprijsaanpassing was eind maart 2017. Toen steeg de prijs met 58 cent.